Enkele assembleeleden, waaronder Obed Kanapé, Jennifer Dijksteel, Melvin Bouva en Rabindra Parmisser, hebben de regering gevraagd om waakzaam te zijn. Dat deden ze gisteren tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende vaststelling van de regels betreffende de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds, NOVA. De assembleeleden zeggen dat er rekening gehouden moet worden met de criteria voor het verstrekken van leningen binnen het fonds. Make them a ABBA dossier. Laten ze de dossiers hebben van de mensen of de bedrijven of individuen en stichtingen, noem maar op, die de gelden in handen hebben gehad en daar niks mee hebben gedaan tot op de dag van vandaag. En weer nu op de loer zitten dat dit goedgekeurd wordt, misschien met 100 miljoen, misschien met 200 miljoen of 300 miljoen, of hoeveel het zal worden. En dan komen ze met mooie projecten. Mooie projecten. Glanshelder, alles aan vindt compleet. En als die gelden ter beschikking worden gesteld, dan ineens werkt een plan niet. Ineens werkt het dagelijks bestuur niet. Ineens kunnen mensen bepaalde middelen, bepaalde machines en al dat soort dingen niet aanschaffen. En noem maar op. Meneer de voorzitter, dat moeten wij voorkomen. En dat mag nooit meer gebeuren bij zo'n agrarische fonds. Kanapé zegt dat bedrijven en organisaties die eerder in aanmerking zijn gekomen voor leningen bij het fonds en niet kunnen aantonen waarvoor het geld is gebruikt, schuldig zijn aan diefstal. Hij vindt dat mensen die de voedselzekerheid willen vergroten in aanmerking moeten komen voor leningen uit het fonds. VAP-parlementariër Cheryl Dijksteel stelt dat de criteria niet te moeilijk moeten zijn. Ik vraag waakzaamheid voor het resoluut en het zwaarstellen van eisen met betrekking tot het verstrekken van de leningen. We zijn nog niet daar, maar ik denk dat het goed is om waakzaam te blijven en voorzichtig te zijn met het veroordelen van mensen, omdat we in een moeilijke tijd leven. We komen uit de financiële crisis, we hebben een hele grote informele sfeer en er zijn mensen die inderdaad hun werk hebben kwijtgeraakt, hun hossel hebben kwijtgeraakt. Om te stimuleren om mensen juist in die formele sfeer te komen, NOVA is een middel om dat te doen, denk ik dat we flexibeler moeten zijn in het beoordelen van de mensen. Dus ik vraag waakzaamheid hierbij, voorzitter, dat we de ruimte bieden. Inderdaad moeten er criteria zijn, maar dat we de ruimte bieden aan de mensen om te kunnen doen wat ze moeten doen. Dijksteel zegt dat de agrarische sector veel te lijden heeft gehad onder de COVID-19-pandemie. Dat is nog meer reden om de toegankelijkheid tot het fonds beter te structureren.